We hebben weer een leuke vraag gekregen. En dat gaat over als je een mail krijgt. Bijvoorbeeld iemand die nog geen Microsoft Teams gebruikt. En die je een mailtje stuurt met een bijlage. Hoe je die bijlage dan deelt met je collega's in Microsoft Teams. Dus hoe doe je een bestand van Outlook naar Microsoft Teams? Nou, er zijn meerdere manieren voor. En die kun jij heel goed vertellen. Absoluut, absoluut. De eerste, er zijn eigenlijk drie manieren. De eerste is... Je gaat in Microsoft Teams naar een kanaal. Daar doe je op de drie puntjes achter het kanaal. En dan kun je het e-mailadres ophalen. En dan kun je je e-mail forwarden naar je team. Dus dan heeft het kanaal een eigen e-mailadres? Ja, klopt inderdaad. Dus dan komt die een volledige mail wordt in je team gezet. Okay. Dus dat is één. Nummer twee, die is iets ingewikkelder. Die is namelijk, je gaat naar je Microsoft Teams, je synchroniseert je bestanden in OneDrive. En op het moment dat je ze gesynchroniseerd hebt, heb je dus bestanden ook lokaal staan, die continu met de cloud gesynchroniseerd worden. Dan heb je je e-mail en daar zeg je van, ik wil de bijlagen opslaan lokaal, zoals je wellicht al eerder gewend bent, zoals het vroeger werkte. En dan sla je ze op in die bibliotheek en worden ze gesynchroniseerd en komen ze in Teams terecht. Is die andere optie dan makkelijker? Mailen naar het e-mailadres? Ja, is net wat de voorkeur heeft. Okay. Dus, want het e-mailadres is niet echt een duidelijk e-mailadres, het is een beetje encryptisch. Oké. En de derde? De derde, die komt eraan, nog niet iedereen heeft die. Dat is een knop in je mail waarop staat delen in Teams. En dan kun je hem direct de complete mail delen in Teams. En eigenlijk gebeurt op de achtergrond dus hetzelfde als met de eerste. Alleen een speciale knop in je mail. Dus als je die update hebt, dan is dat de allersnelste manier. Want het gaat natuurlijk op wat meest... efficiënt is, ja, het snelste is, en dat is dus één druk op de knop, floep, je mail gaat of je bijlage gaat, bijlage plus mail gaat naar Microsoft Teams. Ja, en in het team is misschien nog wel belangrijk. In het team waar dat die terecht komt, daar krijg je in de bestanden... Dan kan je het kiezen? Ja. In de bestanden krijg je een mapje e-mail messages en daar staat zowel de e-mail als de bestanden. Handig. Dus, ja, zeker weten. Gaan we nog laten zien in een demo? Ja, gaan we ook nog laten zien in een demo. Oké, er komt zo de demo. In dit geval hebben we een bestand. En dit bestand willen we in het team delen. En hoe gaan we hier dan mee om? Optie 1 is deze. Je gaat naar het kanaal. Vervolgens klik je op de drie puntjes achter het kanaal. En dan haal je het e-mailadres op. Dit wordt gegenereerd de eerste keer. Je ziet een onduidelijk adres. Dit kopieer je en vervolgens forward je de mail. En dan naar dit kanaal. Dus ik heb hem gekopieerd en ik verzend hem. En als hij aankomt, dan komt hij hier te staan. En ik zal even wachten. De e-mail is aangekomen. Ik had er niks ingeschreven, dus je ziet alleen maar informatie die er al in de mail stond. Dus de hele thread wordt meegestuurd. En je ziet hieronder direct het document. Dit document wordt opgeslagen onder bestanden. En dan e-mail as messages, waar dat je zowel de e-mail als... het document terugvindt. Dus dit is één manier. De tweede optie, die is als je in je team bent, dat je naar de bestanden gaat. In dit geval sta ik daar al. En op synchroniseren klikt. Dan wordt de synchronisatie gedaan met je OneDrive. In dit geval is dat op een Mac. En kun je naar je mail gaan. Ik pak hem er even bij. Vervolgens zeg je save as, de beide bijlagen. En in dit geval komt die wat hoger te staan, maar ik ga hem even bijpakken. Dan ga ik hier naar mijn OneDrive. Vervolgens heb ik hier
de demo-site en daar sla ik hem op. En vervolgens wordt die automatisch gesynchroniseerd met het team. En zal die hierbij komen te staan automatisch. Op de achtergrond wordt dit gedaan. De derde optie, dat is deze. En daar heb ik alleen een video van, dus die ga ik even afspelen. Wat er gebeurt is, hier zit een knop. Er wordt gevraagd wat voor team dat die heen moet en of de attachments toegevoegd moeten worden. En vervolgens share je hem en met een stukje tekst in dit geval. En komt die in je team terug. Dus laten we hier ook nog even zien. Dus hij is hier naar design gestuurd en dan zie je ook de e-mail weer exact hetzelfde. Dus dit is de derde optie die nu uitgerold gaat worden. Dus die is nog een stukje makkelijker dan de voorgaande opties. Dit was de demo met de drie opties. De derde is dus een optie van een update, dus die is nog maar net. Hopelijk heb je die al, want dat is wel echt de meest efficiënte manier. Nou, mocht jij een vraag hebben over iets anders hierover of een andere vraag die wij kunnen beantwoorden, laat het ons weten via LinkedIn, via YouTube, via Instagram, onze website. Nou, we zijn overal te vinden. Comment on LinkedIn. Nu ook een podcast, dus daar kunnen we eventueel ook je vraag in beantwoorden. Stel ze en dan kunnen wij ze beantwoorden.